Het doel van de video van vandaag is vrij simpel. Ik moet een TikTok maken die meer dan 1 miljoen keer wordt bekeken. Dus ik trek alles uit de kast, ik geef zelfs mijn creatieve vrijheid weg aan een aantal TikTok professionals in de hoop dat we die viral TikTok gaan pakken. Let's go. Jullie zullen het waarschijnlijk wel weten, ik heb TikTok. Net als iedereen heb ik Kaolo TikTok. Mocht je mij nog niet volgen, doe dat dan even. Tickety, tockety, drop. Snap je wat ik bedoel? Ik ben serieus een paar keer goed viral gegaan op TikTok. 1,5 miljoen views op deze. I don't know. 1,5 miljoen. Ah joh, prima. Miljoenen views. Hier ook 1,5 miljoen. Het lijkt net alsof het stopt bij 1,5. Alsof ik ze gewoon allemaal koop en echt zo. Ja, ik wil graag 1,5 miljoen views. Kan dat? Nee, dit kan echt niet. Oké. Maar goed, het voelt wel een beetje alsof ik gewoon per ongeluk viral ben gegaan. Ik deed gewoon maar wat en hop, 1,5 miljoen views. Nice. En daarom vroeg ik me af, kan ik expres viraal? Ik moet viraal. En daarom heb ik voor het eerst in mijn social media carrière de regie uit handen gegeven. En heb ik het harde werk overgelaten aan een aantal ware TikTok professionals. Ik heb deze jongens een hele duidelijke opdracht gegeven. Maak een virale TikTok voor mij. Ik hoef me er niet mee te bemoeien. Ik weet niet wat je gaat doen. Ik weet niet hoe. Bedenk het. We filmen het. Ik plaats het. En let's go viral! Dit is hoe het gegaan is. What's up iedereen? Stel jezelf even voor. Ik ben Scott. Tigran Vanian. Michelle en? Asa. Daniel. En Finn. Wie van jullie heeft de meeste volgers op TikTok? Deze man. Oh, de. Hoeveel zijn het er? Bijna 3 miljoen. Oh, de. Vandaag heb ik gewoon een heel duidelijke opdracht gegeven aan mezelf. Jullie moeten ervoor zorgen dat ik een viraltje pak op TikTok. Als dat niet lukt, dan schiet ik mezelf voor de kop. Oké, Daniel. Belangrijk om te begrijpen is dat TikToks, het zijn ook veel kinderen. We kunnen nu wel hele stoere dingen en zo gaan doen, maar dat is niet echt waar ze op zitten te wachten. Okay. Het zijn gewoon wat leukere dingen. Jij bent de ervaringsdeskundige. Mm-hmm. Ik maak gewoon notities in mijn hoofd. Oké, dus let op. We gaan het volgende doen. Hij komt aanrennen. En dan zeg jij? Je rok kleurt bij mijn vloerkleed. Vloerkleed. Ja. Je rok kleurt goed bij mijn vloerkleed. Niemand probeert zo een chick te versieren. Dat is het meest achterlijke wat je kan zeggen. Zo heb ik mijn vriendin ontmoet. Maar prima. Precies. Let's go. We gaan hem even een keer oefenen. En dan gaan we hem doen. 3, 2, 1. Let's go. Hey, dus ik zei toen tegen die ene meid. Van, dat meisje met die rode rok. Ja? Ik ben helemaal weg van haar, man. Wacht. Wij gaan jou de juiste pick-up line geven. Let op. Mijn rok kleurt mijn rok. Ja. Zeg, jouw rokje kleurt perfect bij mijn vloerkleed. Ja, dat is hem, ouwe. Dat is hem. Dat gaat werken. Ja. Staat erop. Nice. Lekker, okay. Boys. Kijk of de take goed is. Zeg, jouw rokje. Ja, ik weet niet of dit goed was, man. Ik weet niet of dit up to the standards is. Moet je die vlakken zien. Oh! Jezus, ouwe. Ik zweer het. Ik ga geen ruzie met jou maken. Dat weet ik wel. Hoe voelde dat nou? Wel fijn. TikTok 1, finish. Ja, wel. Dus ook voor jouw kijkers, zeg maar, om een beetje uit te leggen. Wat we nu gedaan hebben is niks meer dan een comedy sketch. Dus dat is een iets uitgebreider vanuit verschillende hoeken. En dat is gewoon een stuk meer werk dan als je heel simpel vanuit point of view filmt. Het idee dat jij het heel serieus neemt. Nee, maar we moeten wel gewoon kwaliteit leveren. Kijk, toch? Nee, ik zei, er is niks mis mee. Maar volgens mij ben jij... Jij neemt het serieus, maat. Nou ja, het moet wel gewoon goed zijn. Ja, toch. Het is vandaag 4 augustus, 1 uur 's middags. Let's go fucking viral, man. Dit is de eerste TikTok. Dat meisje met die rode rok. Ja? Ik ben helemaal weg van haar. Wat moet ik zeggen? Wacht. Kofijn heeft een goede pick-up line. Let op. Ja. Zeg, jouw rokje past perfect bij mijn vloerkleed. Dat is hem. Ja? Dat is hem. Succes. Hey, jouw rokje past perfect bij mijn vloerkleed. Oh! The cringe is real. The cringe is fucking real. Als hier mijn ego en mijn cringe hoeveelheid ligt, moet ik gewoon zo eroverheen. Oké, laten we hem plaatsen. Gedaan. Let's go viral, yeah! Het is een dag nadat ik de eerste TikTok geplaatst heb. Ik heb sindsdien niet meer op TikTok gekeken. Zijn we viral gegaan? Are we viral? Please. Are we viral? Na 24 uur hebben we 100.000 views. Ondermaats. Even kijken hoe de comments zijn. Hoe kunnen mensen dit grappig vinden? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Je lijkt wel op Glenn Fontaine of zo. Als mensen mij met Glenn Fontaine gaan vergelijken, dan doe ik iets verkeerd. Vriendje begint op Glenn te lijken. Dit is het tegenovergestelde van grappig. Ben je Glenn aan het nadoen? Dit lijkt wel Glenn Fontaine.
verder wel wat positieve reacties ook. Maar overal heb ik wel een klein beetje knoop in mijn maag. Daniel? Yes. We zijn aangekomen bij TikTok nummer 2. Leg even uit, wat is de bedoeling? Nee, we gaan nu een prank doen. Dus pranks is sowieso gewoon grappig. We gaan nu een paar air horn pranks doen. We gaan jou pranken. En jij weet dat je geprankt wordt. Nee joh. Echt? Weet je dat? Word ik geprankt? Is dat zeg maar, om het even daar, dat is de hele beetje de tory, toch? Je ligt er een beetje aan. Sommige momenten vinden we dat wel leuk, maar meestal is het wat meer spontaan. Ja. Toch? Zeker. Ik bedoel, meestal doen we gewoon in huis dingen, dan is het wat spontaner dan nu. Maar we gaan kijken of het leuk wordt. Ja, dus ik film hem vanuit de auto. Oké, doe jij film vanuit de auto? Ja. Vinden vanuit daar. Nu. Het leek echt alsof je hard op zijn bek ging. Ja, maar hij kan het. Hij doet het. Nu snap ik ook waarom zijn fiets er zo uitziet. Ja, is goed genoeg dit. Ja, ik dacht echt dat je pijn had, maar je bent oké. Oké. Geen pijn. Oké, let's go man. Ik ben serieus heel benieuwd wat, zeg maar deze TikToks toch, in deze stilo, dit is niet mijn stilo, snap je? Ik ben te droge guy om zeg maar dit dan te doen. Daarom heb ik ook gezegd, ik ga dit gewoon op deze manier doen. En dat jullie het bepalen, want dan ben ik gewoon benieuwd wat er gebeurt. Ja, absoluut. Of iedereen vindt het fucking hard, dat iedereen op TikTok echt zegt, ja, hij ging helemaal stuk. Of mensen zeggen echt, hey Calvin man, daar ben ik niet van je gewend. Ready boys? I'm ready. Vind je hebt hen dan hè? Kom maar. Wat we sowieso moeten doen is dat we gaan even bij mijn zusje eten. Maar weet Hoe was dat? Calvin? Oscar waardig man, let's get it. Dit is hem geworden. Pure fucking comedy. Ik weet niet welke kant dit op gaat. Oké? Ik zie morgen wel of hij viral is gegaan of niet. Wordt weer een slaaploze nacht. Ik weet het nu al. De comments onder de TikTok van gisteren, ja, ik durf er bijna niet te kijken. Maar ja, ik ga maar gewoon doen. Doe je nu ook al Armo dingen? Weer acteurs, niet Armo nadoen. Armo was right, Glenn Fontaine. Dit zijn gewoon de videos van Glenn. Je begint op Glenn Fontaine. Oh my god. Oh man. Oké, we gaan weer. Iets met Sprite, iets met water, iets met cola, iets met Mentos. Je kan al raden wat er gaat gebeuren. Oké, wat je nu dus gaat doen, je gaat dus een prank doen. Dus dan moet je van tevoren moet je iets zeggen waarmee je de ander gaat pranken. Let op, ik heb een manier gevonden hoe je ervoor kan zorgen dat hij niet spuit als je de Mentos in doet. Ja. Kan je niet zeggen, dit zijn speciale niet-spuit Mentos? Ja. Doe je zo. En dan zeg je nu jij. En dan moet jij ook schudden. En dan doe je hem weer open en dan gaat hij in je gezicht. Let's go viral, motherfuckers. Hey, let's go. Finn, ik heb speciale niet-spuitmenten. Oh my god. Oh, holy shit. Oh my god. Gaat het goed? Ja, het is niet de eerste keer. Ik geloof er niks van. Hey man, dit ging wel echt heftig. Het was intens, man. Oké, TikTok nummer 3. Mijn laatste kans. Even kijken hoe die is geworden. Finn, ik heb speciale niet-spuitmenten. Niet-spuitmenten? Ja, kijk. Je doet ze er gewoon in. Hier. Kijk. Wat? Dop erop. Ja. Goed schudden. En nu gaat hij. Gebeurt niks. Probeer zelf. Ja, is goed. Hoeveel moet ik er doen? Vijf. Vijf? Oké. Deze gaat niet spuiten. Hij spuit niet. Speciaal van de Lidl. Oké. Niet spuit, Mentos. Er vijf in, ja? Ja. Oké, we gaan hem maar gewoon plaatsen. Even kijken. Ja, maar nu we toch bezig zijn, let's go. De titel die erbij moet is Wie had dit einde verwacht? Nou ja, iedereen, want het is Kaulo Mentos met cola. Wat denk je? What the fuck denk je? Maar oké, ik zet het er wel gewoon bij. Het is goed. Ik ben net achter een ontdekking gekomen. Ja, 100%. Laten we even bij het begin beginnen. Jullie hebben deze video nu gekeken en jullie hebben gezien dat de TikToks tot nu toe nog niet zo heel lekker gingen. De eerste TikTok heeft 196.000 views. De tweede heeft 170.000 views. Dus we zijn nog niet viral. Want ik wilde Kaulo viral. Ik zei, flashback. Jullie moeten ervoor zorgen dat ik een viraltje pak op TikTok. Dat was het doel. Dus ik upload die laatste TikTok, je weet wel, met die Mentos.
En ik heb hem maar gewoon geplaatst, ik heb niet gekeken. En een week later kan ik jullie vertellen dat hij het toch aardig goed gedaan heeft. 850.000 views, papi. Aan de ene kant vind ik het hilarisch, aan de andere kant word ik een beetje nerveus van. Ik ga ze maar even bellen, denk ik. Mijn TikTok-mentoren. Ik praat met Finn en Scott en Daniel, maar hij heeft ze oog bezeerd. Dus dan, anders schrikt iedereen en klikt iedereen weg. Hier is hij dan, de nieuwe Glenn Fontijn. Die comments krijg ik de hele tijd. Ja, gek hè? Maar ik moet jullie eerlijk toegeven, de eerste twee TikToks... Ze explodeerden niet echt. Toen kwam nummer 3. Ik had heel eerlijk gezegd de hoop al een beetje opgegeven. En hij gaat gewoon naar die Millie. Ja, hij gaat er sowieso heen. Gaat sowieso op. You did it. Ik hoor nu bij de club, dus ik ben blij. Ja, bij welke club hoor je? Bij de club van cringy TikTok people. Dat vind jij, maar je hoort ook bij de club van mensen die binnen Nederland 1 miljoen hebben gehaald op een Nederlands dialoog. Dat is waar. Dat is waar. Klein. Dus dat is wel een mooi resultaat in ieder geval. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.